Ik denk niet in die twee kampen. Hè. We hebben zeker een organisatieprobleem. Ik zit ook niet in de Tweede Kamer, dus ik weet ook niet precies wie, wat of hoe dat zit. Wat ik wel zie is dat de brief die Esther Ouwehand heeft verstuurd, waarin zij interne zaken aankaart, die gaan op het gebied van professionalisering en democratisering. Dat zijn zaken die heel veel leden en volksvertegenwoordigers herkennen en die ook al heel lang intern geprobeerd zijn op te lossen. Maar we zien dat het partijbestuur helaas zorgen en wensen structureel naast zich neerlegt. En ja, die bom is nu gebarsten. En het vertrouwen in het partijbestuur is gewoon helemaal weg. En het vertrouwen in Esther Ouwehand is er nog. Ja, en daarom heeft u dus ook uw handtekening onder deze oproep gezet, dat het partijbestuur moet vertrekken. Meneer Trevelyan, waarom heeft u de handtekening onder die brief gezet? Nou, met dezelfde reden, denk ik. En met hetzelfde doel. We willen het partijbestuur vragen om af te treden. Het partijbestuur heeft heel veel betekend voor Partij voor de Dieren. Ja, als zij zelf aftreden, kunnen we ze daar ook op een fatsoenlijke manier voor bedanken. Het tweede wat we willen is dat Esther Ouwehand gewoon op één staat. Leuke woordspeling, denk ik. Als lijsttrekker voor onze partij. Zij is onze partijleider, zelfs ons boegbeeld. Ja, zij moet gewoon ook op één staan voor de komende verkiezing. Maar er zijn klachten binnengekomen over haar integriteit. Nou, klachten. Er schijnt een melding te zijn. Er zijn meldingen, signalen, maar er is verder helemaal niks bekend over. Nou,